Ja, de lekker snelle voornaam en niet rennen. Niet sneller. Niet sneller. Gewoon lopen. Burgemeester Nieuwland, terug van vakantie. Korte broek in de was. T-shirtje in de was. Weer keurig in pak. En dan om 9 uur meteen aan de bak, want de Huttenwijk moet worden geopend.
Ja, een van de leukste weken hier in Uitgeesten, denk ik. Zeker voor onze kinderen. Misschien ook wel een klein beetje voor de ouders, want de kinderen zijn hier fantastisch onder dak een week lang. Nou, hartstikke blij dat het kan, dat het zo mooi weer is. Mooie opening, leuk thema, middeleeuwen. Mooi aankomen met een koets en allemaal mensen in de kleding uit de middeleeuwen. Ja, fantastisch beginzaal. Zit de tank weer helemaal vol, want je hebt natuurlijk in Frankrijk heerlijk uit kunnen rusten. En dan zie je meteen die horde kinderen voor het hek staan. Ben je dan weer blij dat je terug bent in Uitgeest? Ik was sowieso blij dat we het dorp weer inreden zaterdagavond wat later op de avond. Dus dat was sowieso weer lekker altijd thuiskomen, lekker in je eigen huis, lekker in je eigen dorp. De buren meteen weer gezien, dat is ook altijd leuk. We hebben leuke mensen om ons heen daar ook wonen. En bij mij is de tank altijd vol. Als je me een klein beetje kent, dan weet je dat. Dus de tank is helemaal overvol nu zelfs. Dat is lekker, want we gaan een druk jaar tegemoet natuurlijk. Met een heleboel vergaderingen. Maar zo'n dag als deze, dat is ontspannen beginnen natuurlijk. Ja, het is heel ontspannen beginnen. Maar ik vind het sowieso belangrijk dat we de dingen ontspannen doen hier in het dorp. We zullen wel eens een keertje tegenover elkaar staan in bepaalde zaken. Maar volgens mij moet je altijd vanuit de ontspannen houding naar elkaar kijken en in gesprek blijven. En dan is er niet zoveel aan de hand. En ik denk dat zo'n begin, zoals zo'n huttenweek, dat ook aangeeft. Er kan hier ontzettend veel mensen die zich hier van verschillende pluimage, die hier ook vrijwilligerswerk doen, die zich bekommeren om onze kinderen. Nou, een mooiere start na je vakantie kan je niet maken. En laat al die vergaderingen, laat ze maar komen. En ik hoop zo kort mogelijk, want volgens mij is dat het meest effectief. Ja, ben ik helemaal met je eens. Je deed het niet alleen de opening. Je had Dien en Fien. Ja. Had je bij je. Het is voor Dien en Fien. Fien voor de laatste keer, voor Dien de eerste keer. Ook weer een belevenis. Want ze zijn deze week de baas op het terrein. Je hebt de macht overgedragen. Ik heb de macht weer overgedragen. Vind ik altijd lastig voor een week. Ook als ik op vakantie ben, vind ik dat lastig om de macht over te dragen. Deze week doe ik het aan Dien en Fien. Eigenlijk nog aan Fien, hè, want die is officieel nog in charge. Dien wordt in de raadsvergadering van september geïnstalleerd als onze nieuwe kinderburgemeester. Daar nemen we ook afscheid op die avond van Fien voor al haar verdiensten in de afgelopen jaren. Volgens mij 2 jaar ruim is Fien het geweest. Ook vanwege corona heeft zij natuurlijk langer mogen doen. Het is eigenlijk maar een jaar. Maar het is leuk dat ze nu ook allebei zijn. En nogmaals, de installatie van Dien gaat dus komen in de raadsvergadering van september. Ik ga je weer een heel genoeglijk ambtsperiode toewensen. Het komende jaar. Het reces zit erop. Zeker. We zullen je ongetwijfeld deze week hier nog wel een keertje tegenkomen. Nou, ik denk nog wel meerdere malen. Ik heb in ieder geval weer ontzettend veel zin in. En ik ga ook weer lekker genieten hier van onze kids. Dankjewel. Helemaal goed. Graag gedaan. Fijne dag, jullie ook.